jongens en meisjes, les 2 van het decor. Daar ben ik weer. Ik heb van alles klaargezet. Ik heb een palet gemaakt met allerlei verf, allerlei kleurtjes verf. Voor jullie zet ik dat klaar. Ik hoop dat ik dat allemaal kan. En ik probeer de kleurtjes al een beetje te mengen, zodat je bijvoorbeeld grijs hebt en daarmee kunt gaan, aan de slag kunt gaan. Oké, ik geef je een paar tips en de rest weten jullie volgens mij allemaal al zelf. Goed. De olifant, daar staat hij. Hij is mooi groot en grijs. Je begint altijd met de donkerste kleuren. Je pakt je kwast, je pakt wat zwart. Doe je op je kwast. Ik heb er nog een beetje kleur. Maak hem iets natter. Zo. En dan ga ik bij het oor, kijk hier, een beetje donker aanbrengen. Dan denk je, jeetje, dat is veel te donker. Dat is een onderkleur. Die kleur die helpt dadelijk om een schaduw te worden. En een schaduw moet je wel hebben, want anders is het oor gewoon helemaal plat. Daar zie je er niks van. En het oor moet een beetje zo bollig zijn. Dus je gaat bij het oor iets donkerder maken. Bij de poten onderaan. Kijk, ik draai al een beetje met mijn kwast, omdat ik hem wat ronder wil hebben, die poten. Dus hier aan deze kant maak ik hem een beetje ronder. Hier maak ik hem ook een beetje ronder, zie je? Dus ik zet kleine kommetjes met die verf. Zijn buikje mag je ook een beetje ronder maken, donker inkleuren. Dus kijk maar, kleine stukjes. Dus ga niet dit doen, maar zet kleine toetjes. Zo. En dat doe ik ook hier, bij de slurf. Kleine, maak hem een beetje nat. We gaan met acryl werken. En acryl is een beetje een stuggere verf. Stugger als dat jullie gewend zijn. Ik heb ook een doekje in mijn hand, want dan maak ik mijn kwast af en toe een beetje droog. Nou, hier maak je ook een beetje kleine rondjes. Ik ga hem niet helemaal doen, maar een stukje. Hier ook. Dus wat die... Kijk, maak zo een beetje kleine rondjes zo eromheen. Goed. De zwarte kanten heb ik gedaan. Alle donkere kanten. Het oogje doe ik nog niet, want die doe ik op de allerlaatste eroverheen. Ik maak mijn kwast schoon. Ik heb hier een potje water staan. En ik ga een lichtere kleur maken. Kijk. Dus, ik pak wit. Je begint altijd met de lichtste kleur. En ik ga van de zwarte kant... Kijk of jullie dat zo zien. Ja, deze ga ik donkergrijs maken. Kijk, nog een beetje erbij. Donkergrijs. Die grijze kleur, die zet ik tegen en een beetje over de grijze kleurtjes heen. Weer met dezelfde richting. Dus allemaal kleine kommetjes. Hier ook. Kleine kommetjes. En een beetje over de poten heen. Zie je dat? Zo, zo. En hier. Een beetje over de poten heen. En ik blijf alsmaar rondgaan. Als de verf nog een beetje nat is, kun je hier een beetje meenemen. Dus dat die kleur een beetje zo in elkaar overloopt. Hoeft niet heel netjes, want de olifant is niet zo netjes. En die heeft een hele grove huid. Kijk, en die kun je dan zo een beetje in elkaar over laten lopen. Dat doe ik ook met zijn buik. Zo. Rond, 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 rond. Dus je trekt hem een beetje rond. En een beetje over het donkere heen. Zo. Zorg dat je niet twee banen krijgt. Het moet echt een beetje in elkaar overlopen. Dus dat mag een beetje slordig. Zijn oortje geef ik ook al aan de bovenkant iets. Een beetje donker en hier langs de rand. Zo. Dan ga ik nog meer verf maken. Maar dan maak ik hem iets lichter. Dus ik doe er weer wit bij. Beetje water. Dat hij wat soepeler wordt. En nu ga ik hem lichtgrijs inkleuren. En dan begin ik weer bij zijn slurfje. Ik ga een beetje hier overheen. Zo, streepje. Hier. Oh, ik schiet een beetje uit. Zo. Hier ga ik hem wat inkleuren. Dus op die manier. Een beetje vlekkerig. Want de olifant heeft heel veel kleuren grijs. Het is niet alleen één grijs vlak. Het is allemaal kleine vlekjes. Dus een beetje hier. Even die poot. Ik wil het even laten zien aan jullie wat voor een effect je kan krijgen. Kijk, ik doe het niet netjes, zie je? Het moet niet een hele grote, dikke streep zijn. Ik meng het een beetje op het papier. Nu heb ik hier nog, maak ik nog een beetje donkere grijs. Een tussenkleurtje noem je dat. Daar doe ik een beetje bruin bij. Kijk zo. En dan ga ik hier tussen een beetje. Oh, die is te donker. Met acryl kun je altijd weer eroverheen. Dus dat is heel erg fijn. Dus kijk, maak hem een beetje donkerder. Hier. En dan ga ik hier meteen weer verder, want deze poot die zit naar voren en die wil ik wat donkerder hebben. Zo. En hier maak ik eventjes wat grove vlakken. Dan pak ik weer de lichte grijs en dan ga ik hem weer verder weer invullen. Kijk.
Kijk, zo. Dat je een beetje één geheel krijgt. Hier bovenop maak ik hem weer wat lichter. Doe weer wat wit erbij. Hier maak ik hem weer wat lichter, want er komt bovenop meer licht. Zo. En ik ga weer zo een beetje inkleuren. Oortje maak ik wat lichter. Alleen moet je nu proberen hier, want als ik hem daar ook lichter maak, is het natuurlijk meteen de hele oor, het hele oor weg. Dus hier maak ik hem iets donkerder. Dus ik maak hieronder een iets lichter grijze kleur. Iets donkerder bedoel ik. En dan ga ik hier tegen dat oortje aanzetten, zodat ik iedere keer dat oortje nog zie. En ik maak hem weer helemaal vol. Zie je? Dus het mag een beetje vlekkerig zijn. Dan wordt die olifant ook mooier van als het een beetje vlekkerig is. Ik doe hier nog een beetje, want ik vind dat oor iets te licht. Doe ik hem hier nog een beetje. Zo. Ik vind dit ook iets te licht. Hier mag je nog wat donkerder. Kijk, hier zie je ook hè, dat hij wat donkerder is. Ik zorg dat die maquette bij jullie komt. Dan kun je hem van dichtbij bekijken. Dan weet je precies waar de schaduw allemaal moet komen. Want doordat je er schaduw in zet, wordt hij wat ronder en levendiger allemaal. En dat is natuurlijk wel leuk. Dus je moet hem niet helemaal strak grijs inkleuren. Oké, jullie kunnen vast nog beter dan ik. Ik zet hier een heel klein oogje, want hij heeft maar een heel klein oogje. En dan is de olifant zo goed als klaar. Je kunt dan altijd nog een beetje bijwerken. Kijken of je dat mondje net iets mooier als dit een beetje doorloopt. Zie je, dan kun je altijd nog een beetje bijwerken. Dan krijg je ook meteen een hele andere uitstraling. Oké, olifant gaat jullie lukken, dat weet ik zeker. Goed, de bomen. De bomen, dit laat je dus drogen. Hè? De olifant laat je drogen. En daarna, dan pas snij je of knip je hem uit. Want als je hem uitknipt voordat je gaat schilderen, dan gaat hij helemaal rond staan. Dus dat willen we niet hebben. Dus je gaat hem eerst schilderen op een groot vel karton. Dan, als hij droog is, daarna knip je hem pas uit. Zo ook met de bomen. Ga ze eerst schilderen. En daarna knip je ze wat uit. Als je nou heel dik kartonnen hebt, want ik weet niet precies wat we op school hebben, dan mag je hem wel eerst uitknippen. Dus eerst uitknippen, dat kan alleen als je heel dik karton hebt, want die gaat niet golven. De boom. Ik heb hem al getekend met houtskool, dus het kan zijn dat jullie hem al uitgesneden hebben en je gaat hem daarna schilderen. Ook hier begin je weer met de donkerste kleur. Ik pak donkerbruin. En daar doe ik een beetje zwart bij. Heel donkerbruin. Beetje water. Zo, donkerbruin. Dan ga ik één kant van de boom ga ik donker maken. Zo, deze kant. Ik zet hier ook vast takjes. Je ziet, ik doe dat heel erg slordig lijkt wel. Want dat is juist zo leuk. Bij een decor hoef je niet netjes te schilderen. Dat komt omdat de mensen allemaal ver weg zitten. En het decor niet met je neus. Je gaat er niet met je neus bovenop zitten. En daarom mag je het ook heel grof doen. Hoe grover, hoe beter. Want dat geeft achter in de zaal het meeste effect. Dat klinkt heel gek, maar dat is echt zo. Oké, je hebt donkerbruin gedaan. Dan ga je de blaadjes doen. Dus dit is al meer dan genoeg. Oh nee, ik maak eerst de boomstam af. Je pakt alleen bruin. Daar doe je een heel klein beetje geel bij. Dat hij iets lichter wordt. Geel, en dat is donkergeel. Okergeel heet dat. Die doe je erbij. En die zet je aan de binnenkant erop. Zo. Aan de binnenkant bedoel ik, aan de ene kant van de boom is die donker, aan de andere kant van de boom is die licht. Laat dat goed zien, want dat is leuk. Als je daar een beetje mee gaat spelen. Ik doe er ook een beetje oranje bij. Krijg je een mooi effectje op de boom. Kijk, zo. De stam is nu al klaar. Hoef je ook niet meer te doen. Beetje vlekkerig, dan heb je ook een mooi schors. Nou, dan ga je de bladeren doen. Ook daar begin je met de donkerste kleur. Ik begin met heel donkerblauw. Daar doe ik groen bij. En ik ga zo hier en daar wat vlekjes maken. Een beetje ver uit elkaar. Dan maak ik mijn kwast weer schoon. En ik ga iets lichtere vlekjes maken. Let op. Dus er tegenin. Meestal is hij dan al een beetje droog. Kijk. En dan maak ik een beetje eilandjes. Ik doe ze hier en daar. Zet ik ze aan elkaar. Je moet proberen om ze niet helemaal dicht te schilderen. Dus je moet zorgen dat er nog wat puntjes over zijn wat je dadelijk heel licht kunt uitwerken. Kijk, hier kleine blaadjes. En het gaat vooral om het effect van een afstand. Kleine blaadjes. Ja? En hoe verder ik kom, hoe lichter ik hem maak. Kijk, daar doe ik een beetje wit bij. Je kunt er ook geel bij doen. Ik heb even geen geel op mijn
palet, tenminste geen citroengeel, dus ik doe het even met wit. Hoe verhoger ik kom, hoe lichter ik hem maak. En dan doe ik hier en daar de plekken die open zijn, kijk, die ga ik nog even met licht maken, zodat je echt de blaadjes kunt zien. Zo. En hij is klaar. Dat doe je ook met de onderkant. Dus met die grote bosjes en struiken is precies hetzelfde. Onderin zit de donkere kleur. Kijk hier. Dus dan zet je zo een beetje de donkere kleur. Hoe verder je naar boven komt, en je mag ook een beetje takjes maken, zo. Een beetje schuine takjes. Hoe verder je naar boven komt, hoe lichter de kleur moet zijn. Want dan komt hij een beetje los van de achtergrond. Dus nu ga ik groen pakken, gewoon groen. En die zet ik hier tussen. Kijk, zo, op die manier. Zo, zo, zo. Zet ik hier tussen. Dit is de staarstrip, hè? Die schilder ik niet. Waardoor die kan blijven staan. Ik maak nog een beetje andere kleur groen met blauw. Die zet ik hier weer tussen. Dus iets donkerder, maar dat had ik eigenlijk eerder moeten doen. Zo, 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 zo. Ik doe alleen maar deze kant. Dan maak ik mijn kwast goed schoon. Of ik pak een nieuwe kwast. En ik pak de allerlichtste kleur groen. En ik ga hier alle plekjes die wit zijn, ga ik mooi licht maken. Als je verf droog is, kun je dat zo erop zetten. En dan mag je dus net zo grof doen als ik nu doe. Dus gewoon de toetsen laten zien. En op die manier maak je zo'n hele struik in één klap goed. De leeuw, de haren van de leeuw, die doe ik even hier tussen. Daar begin je ook met donker mee. Donkerbruin. En daar kun je een beetje zwart bij doen. Ik kijk hier even naar, dus ik doe een beetje zo. Kijk, en dan ga je al een beetje met de richting mee. Van die grote manen, van die leeuw. Weet je wel, hier zo zijn neus. Hier zo. Zijn neus, zijn bekkie, onderkant. Hier zat zijn oogje. Nou, en dan zitten hier al die grote manen. Donker beginnen. Donker beginnen. Deze doet niet mee, hè? Zo. Daarna ga je weer lichter doen. Pak ik lichter bruin. Ga ik hier tussenin. Dus dan zet je ook weer, kijk, dunne streepjes. Lichtere streepjes. Ik ga hem lichter maken. Pak een beetje okergeel. Doe een beetje water bij. En ik ga weer verder. Streepje. Zie je? Allemaal kleine streepjes. Ook hier doe je dus weer wat grover. Nou, ik ga even zijn voorkantje, even zijn neusje zo. Dat is die kant. Zo. Hier is hij iets donkerder. En hier trek je hem zo door. En dan ga je de onderkant, die is een beetje wit. Kijk naar dat voorbeeld wat je hebt gevonden, hè? Hoop ik. Ik zal er wat voorbeelden bij doen, dan kun je het zien. Hier zit de voorkant, zo. Zo. En hier maak je hem iets donkerder. Denk hier zo. Hier maak je hem ietsje donkerder. Zo. Als je een voorbeeld hebt, dan kun je het nog beter, hoor. Hier komen daar die pootjes. Daar ligt hij bovenop. Nou, dan kun je bekkie weer doen. Een beetje, zijn neusje is donker. Driehoekje, streepje. Moet je even een dunne kwastje pakken. Die heb ik even niet bij de hand. En je maakt zo zijn bekkie. Zijn oogje, die zit hier zo. En dan heb je al een leeuwenhoofd. Ook dat mag je dus heel grof doen. En de rest gaat vanzelf. Dus hier ook weer die kleuren erachter. Een beetje oranje is ook leuk. Dus als je helemaal klaar bent, dan pak je nog een kwast met een beetje oranje. En dan geef je hem hier en daar wat een effectje. Want dan krijgt hij net mooiere manen nog. Zie je? Dus dan geef je hem nou hier en daar een effectje. Oh, iets heel belangrijks. Ik ben helemaal zijn oor vergeten, maar die zit hier zo'n beetje. Geef je even een donker rondje. Zie je? Het hoeft allemaal niet zo precies. Maar je moet even goed kijken en je moet gewoon weten waar je hem neer moet zetten. Nou, dit was even heel snel de schilderles. Je hebt dadelijk het voorbeeld. Ik ben heel benieuwd wat van dieren jullie maken en welke kleuren ze allemaal hebben. Lijkt me prachtig als ze allemaal in de bomen hangen. En de bomen ben ik natuurlijk ook heel nieuwsgierig naar. Kortom, ik ben heel nieuwsgierig naar wat voor een mooi decor jullie gaan maken. En ik weet zeker dat het jullie gaat lukken. Nou, jongens en meisjes. Maak er wat moois van. Heel veel succes!